Leuk dat je kijkt. Vandaag sta ik in Koekangerveld. En zoals jullie zien, sta ik hier niet alleen. Nee, met Johan de Schipper, vogerijadviseur bij C-Max. En we gaan op bezoek bij familie Ter Kade. Tot straks. Nou, welkom op ons melkveebedrijf. We melken hier 150 melkkoeien. En we melken 9700 kilogram melk per koe. En daar ben ik best trots op. We hebben best slagen gemaakt de afgelopen jaren om dat te behalen. En we doen mee aan de boerderijmelkstroom. C-Max maakt gebruik van het C-Max Works programma. Dat is een specifiek regenprogramma die stieren selecteert naar het fokdoel van de veehouder. Ook dan hebben we net aan tafel C-Max Works besproken. Er was even een tiental stieren die in aanmerking komen in jullie vakdoel. Maar 10 is te veel, dus we moeten toch daar ook wel wat in strepen. Maar hoe zie jij nu een koe waar je zegt van nou, die koe, die spreekt maar. Zoals die witte koe daar, dat is een hartstikke mooie koe, zoals je graag wil zien. Die geeft veel melk. Dat wil ik graag zien. We gaan de koeien veel melk geven. Mooie haltes erbij. Sterk op de benen. Nou, dat is ook mooi dat je dat ook zo zegt, maar hier in het fokdoel waar we in C-Max Works, waar we onderaan de streep zijn, zeg maar, waar dat uitkomt, is ook dat je productie het belangrijkste vindt in het bedrijf. Klopt. En dat moet ook zijn, hè? Je moet melk, een hoogwaardige melk, dat het maximaal uit de koe halen op een economische manier. En dat is ook waar wij jullie behulpzaam mee willen zijn. Ja. Met stieren te zoeken die bij jullie past. Klopt. Dat is ons doel en ook mijn doel. Dus. En ook jouw doel. Zoals de rode vaas die daar staat, dat is gewoon een hele mooie jeugdige vaas. Het is een articovaas van een tweeling. En ze staat sterk op de benen, heeft goed uit en geeft veel melk. En dat zijn gewoon dieren die ik graag zie op stal en is echt een van mijn lievelings. We hebben een speciale stierenkaart geproduceerd die per melkstroom een aantal stieren staan die in uw fokdoel passen. Zodoende kunnen we u nog beter van fokkerijadvies voorzien. Johannes, wat ben je eigenlijk aan het doen? Ik ben mijn Facebook aan het checken. Ik heb daar elke vrijdag een rietenveiling op. En met topstieren. En dus daar was ik even naar kijken. Wil je ook meedoen? Voeg me toe op Facebook en elke vrijdag komt er een topstier voorbij.